Op deze plek, naast Den Haag Centraal Station, zou de fietsenstalling al lang en breed een feit moeten zijn. Bij de opening van de megastalling voor 8500 fietsen wordt door tegenvallers keer op keer uitgesteld. En de extra kosten lopen op tot 3,5 miljoen euro. Een grote teleurstelling voor de gemeenteraad. Met de mislukte aanbestedingen en de onvoorziene obstakels komt het erop neer dat we nu al jaren tegen een bouwput aankijken. En dat op zo'n iconische plek in de stad waar dagelijks duizenden reizigers, forensen en bewoners langskomen. Wethouder Van Asten krijgt pas lucht van de vertraging als hij in juli vorig jaar als kersvers wethouder het dossier van zijn voorganger overneemt. Van Asten laat door onderzoeksbureau Deloitte direct onderzoeken wat de oorzaak is van de problemen. De conclusie luidt dat een aanvankelijk verkeerd gekozen bouwwijze van de aannemer en een gebrek aan coördinatie vanuit het stadhuis ten grondslag liggen aan de vertraging. De Haagse Stadspartij verwijt het college dat de raad pas laat is ingelicht over de problemen en spreekt daarnaast van mismanagement. Ik verwijt de gemeente ook dat zij heel slecht hebben samengewerkt met de bouwers. Dat de verschillende wethouders die de verschillende projecten onder hun hoede hadden niet goed hebben samengewerkt. Dat er geen coördinatie was en dat het hele management vanuit de gemeente onthutsend slecht was. Inmiddels zit het stadsbestuur weer op de bok en houdt het project scherp in de gaten. Wethouder Revis en ik zitten daar gezamenlijk bovenop om ervoor te zorgen dat dit project, dat er niks meer tussen het wal en het schip valt. Maar de raad heeft nog niet het volle vertrouwen in een goede afloop. We hebben nog het einde niet in zicht. Het zou best kunnen dat het nog duurder wordt dan we nu denken. Dus ik maak me daar wel zorgen om. De wethouder heeft wel vertrouwen. U garandeert dat het bij die 3,5 miljoen blijft? Ja, het is altijd de kans omdat er nog wat disputen lopen. We hebben die alleen ingeschat en dat hebben we al meegenomen in die 3,5 miljoen welk deel voor de gemeente de rekening is. In de zomer van 2020 moet de fietsenstalling daadwerkelijk open zijn.